mevrouw van Esterburg. U komt hier net de bouwakker uit. Ik zie hier Burendag staan. Wat is hier precies te doen? Nou, we hebben hier Burendag. En daar hebben wij als dorpshuis gemeen om alle nieuwe buren. En, maar ook de oude buren, maar de mensen die hier nieuw zijn komen wonen in Atmanbroek. Om hier uit te nodigen om kennis te maken met elkaar. Is er veel animo voor? Ja, het is behoorlijk druk geweest. Ja. Gezellig? Ja, heel gezellig. Heel gezellig. De nieuwe buren die leer je kennen. En hebt u die nog ergens voor kunnen chatteren? Of, Dat nog niet. Maar we hopen dat ze gemotiveerd worden om iets te gaan doen. Dit zijn allemaal hapjes. Dat heeft Jeroen gemaakt. En dat is dan warme hapjes. Maar waarom staat dat hier allemaal? Omdat het Burendag is en dat vinden we een speciale dag. Ik heb allerlei lekkere dingen klaargemaakt. In ieder geval broodtaart heb ik gemaakt. Een broodtaart die bestaat allemaal uit lagen. En dat is mooi opgebouwd. Het zijn hartige broodtaarten, dus daardoor is het bijzonder. Mooi te gebruiken voor de lunches eigenlijk. Nou, dat doen we hier in het dorpshuis. En zo, maar ben je speciaal hier van het dorpshuis? Of? Eigenlijk wel. Ik ben hier de huisketeraar in het dorpshuis hier. Ik huur hier ook mijn keuken. En zo proberen we het dorpshuis sterk te maken. En dat doen we niet alleen in dit dorpshuis, maar ook nog 5 andere dorpshuizen waar we de catering voor verzorgen. Burendag? Nou, is vandaag de opening van de baan. Het is Burendag en ik hoor iets over de kliniek. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat klopt. De BMX-vaders die hebben dat georganiseerd. En die vinden het leuk om dat zeker op Burendag er extra aandacht aan te geven. Maar ook om een stukje rekening te houden met veiligheid. Want het is natuurlijk een sport waar je ook een blessure kan oplopen. Dus ook om rekening te houden met een helm dragen en al dat soort praktische dingen. Dus het is een dubbele functie. Poppe Bergkamp, in het kader van Burendag treffen we u aan in Atmanbroek. Wat komt u hier precies doen? Er gebeurt hier van alles in Atmanbroek rondom de BMX-baan. En het is hier ook een prachtig voorbeeld van een initiatief uit de bewoners zelf. Ik ben hartstikke trots op wat ze hier neergezet hebben. En wat er vandaag gaat gebeuren is dat er ook nog er wordt ook instructie gegeven aan de jeugd om veilig gebruik te maken van de BMX-baan. Er staat koffie, er is thee. Dus dit is echt een prachtig voorbeeld van een initiatief van en voor bewoners. Dus dat past ook perfect in Burendag. Ja, oké, ik sta hier bovenaan een hele hoge berg naar mijn gevoel. En dan ga jij zo afstuiteren met je fiets. Hoe werkt dit? Ja, daar is een klein starthekje. Dus ja, dat is normaal bij de wedstrijden en op de grote banen is die voor 8 man. Dit is voor 1 man. En je staat eigenlijk alleen met je voorwiel vast. Dus je staat nergens met je voeten op of zo. Je blijft gewoon stilstaan. Je wacht tot het piepje komt. En je ziet daar lampen. En als die branden, dan moet je gaan. Dan valt het hek. En dan zo snel mogelijk tot de finish. Vind je dat niet eng? Nee, nooit gevonden. Een hele domme vraag van mij. Maar als ik hier sta, ik vind het best hoog en het gaat allemaal best hard. Ja, ik doe dit nu al 8 jaar dus. Wat vind jij hier nou zo mooi aan? Ik denk de adrenaline. Dus, en gewoon vliegen door de lucht, snelheid. Geef gewoon een kick. En deze baan? Ja, dit is een kleine baan. Dus voor mij in de straat. Dus ik ben hier heel vaak te vinden. Ja, jij doet het al 8 jaar. Is dit voor jou ook een kleine baan of is het ook een hele fijne baan? Ja, ik vind het een fijne baan, maar het is wel een kleine baan. Dus ik heb ook andere fietsen voor. Normaal heb ik iets langere fiets voor de grote bulten. Het zijn kleine bultjes. Klein leuk baantje om te spelen, zeg maar. Ja, en dan vertel je dat ook zo, hè? Je bent best wel, ik zie wat zweet en je bent best wel heigerig. Is het intensief? Ja, je moet natuurlijk op die kleine bultjes moet je heel veel reageren op die kleine gaten waar je je wielen in moet zetten, zeg maar. Om snelheid te maken en daardoor word je wel echt moe. En wil je dan ook winnen? Wil je dan ook eerste zijn of wat is de bedoeling eigenlijk? Nou, dit soort baantjes is gewoon om te spelen, maar de grote banen, ja, daar zijn wel wedstrijden en wil ik altijd winnen, ja. Jij bent ook niet bang, hè? Nee. Ook al ben ik 7 jaar. Je bent 7 jaar en je bent niet bang om dit te doen? Wat? Je bent niet te bang om dit te doen? Nee. Nee? Wil je het laten zien? Nou, ja. Ga maar. Ik heb jou al eerder gezien. Ja. Maar hapjes waren lekker. Nou, laat zien waar je kunt. Ja, rijden. Dat kan ik wel. Helemaal officiële kleding zie ik. En jij zo, vind je het niet eng of ga je gewoon? Ik ga gewoon. Vind je dingen niet van hoog? Nee. Oké. U komt hier namens de gemeente. Heeft u ook nog een bijdrage hiervoor geleverd?
Jawel, dat hebben we wel gedaan, maar in aanvulling op het initiatief van de bewoners. Het mooie is, het initiatief komt uit de bewoners. En de gemeente heeft financiële bijdrage geleverd uit het budget Oldenbroek voor elkaar. Daar is ook het professionele bochtenwerk is daarop aangelegd. Maar het mooie van dit initiatief vind ik dat het vooral de bewoners zijn. De vaders, moeders die zich hiervoor hebben ingezet. Willen jullie graag wat aanbieden? Want jullie zijn vanaf de start al betrokken bij de BMX-baan. En jullie zijn enorm gemotiveerd als het gaat om de BMX-sport. En jullie hebben samen met de kinderen dit gerealiseerd. Jullie zijn, als ik me goed heb begrepen, kennen jullie elkaar al van de vereniging uit Kampen. Daar zijn jullie altijd al actief geweest. En jullie kinderen waren hier eigenlijk, volgens mij wel dagelijks soms te vinden. En met elkaar hebben jullie een mooie baan neergezet. En jullie enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat wij nu eigenlijk allemaal gebruik kunnen maken van deze baan. Dus namens het dorpsoverleg en ik denk ook namens Hattemerbroek heel erg bedankt voor jullie enthousiasme. En we willen jullie wat aanbieden, ook voor Bert, die er nog niet is. En dan geven we de bloemen alvast aan jullie. Dank jullie wel. En hoe hoog sta je met dit? Ja, ik ben afgelopen zomer derde van de wereld geworden in België. Dat bedoel ik wel even. En dat is hier op de kleine baan in Hattemerbroek. Ja, daar is begonnen. Ja.